Japan heeft echt de engste urban legends en dit is Akamanto. Dit is een rare, maar daar gaan we. Akamanto staat voor rode mantel en het is een geest van een man die een rode mantel draagt. Plus een masker om zijn gezicht te verbergen. Volgens de legende spookt hij rond in het laatste hokje van openbare vrouwentoiletten. Zit jij toevallig in het laatste hokje en hij verschijnt? Damn. Hij gaat je dan een vraag stellen. Rood of blauw papier? Welke keuze je ook maakt, je gaat het niet overleven. Kies je rood, dan zal hij ervoor zorgen dat je lichaam achterblijft in een plas van je eigen bloed. Kies je blauw, dan zal hij je wurgen totdat je gezicht blauw wordt. Als je denkt dat je slim bent door een andere kleur te zeggen, dat gaat niet lukken. Want volgens de legende sleept hij je dan direct mee naar de hel. Maar je kan ontsnappen als je doet alsof hij er niet is en zo snel mogelijk ontsnapt uit de toiletten. Moet je wel geluk hebben.